Vanuit Beeld en Geluid in Den Haag, van harte welkom bij dit seminar De Weerbaarheid van de Rechtsstaat. Een webinar dat is georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, maar in samenwerking met andere beroepsgroepen, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, rechtsdeurwaarders en notarissen zijn betrokken geweest bij de organisatie. En dat zijn ook de kijkers op dit moment naar dit webinar. Van harte welkom. Mijn naam is Roderick van Grieken, directeur en oprichter van het Nederlands Debatinstituut. En ik heb de eer vanmiddag om uw gespreksleider te zijn. We gaan het hebben over de staat van de weerbaarheid van de rechtsstaat. En wat wij met elkaar kunnen doen om die weerbaarheid groter te maken aan de preventiekant en ervoor te zorgen dat u met z'n allen die de rechtsstaat dient dat zo veilig en zo goed mogelijk kunt blijven doen. Dat doe ik zo meteen met een aantal deskundigen hier aan tafel. En de eerste deskundige is inmiddels aangeschoven. En de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. Een hele goede middag. Goedemiddag. U komt net uit de commissie vergadering Justitie. Klopt. Daar stond onder andere dit onderwerp centraal volgens mij. Wat is het laatste nieuws? Nou, er is weinig nieuws in een commissievergadering. Dat is vaak, dan is het nieuws al geweest, maar dan wordt er politiek nog een keer over nagesproken. En dat was ook nu het geval. Een van de grote punten op de agenda vandaag was de brief van een paar weken terug. Die gaat over hoe je ziet dat ondermijnende krachten, georganiseerde criminaliteit, toch ook voor gevangeniswezen, maar ook voor de toga-dragende beroepen een steeds groter probleem wordt. En wat we moeten doen om ons daartegen te wapenen of te weren. Ja, dat is een brief van bij 22 november die u stuurde. Hoe groot is het probleem? Als u het nou zou moeten typeren, is dit echt alle hens aan dek? Is het iets waar we rustig naar moeten kijken, maar ons bewust moeten zijn dat het probleem groot kan worden? Waar zitten we? Nee, het is niet de kwestie van het zou ooit wel eens groot kunnen worden. Het is groot. En het is urgent. En het is uitermate ernstig. Mm-hmm. Gewoon als ik terugkijk, neem bijvoorbeeld wat er gebeurt in de zaak rond de kroongetuigen. Mm-hmm. Inmiddels 3 mensen vermoord. De broer, Dirk Wiersen, 2 jaar terug. Afgelopen zomer Peter R. de Vries, die natuurlijk ook een dubbel rol had. Journalist, maar was ook adviseur van diezelfde kroongetuigen. Dan vind ik dat uitermate heftig. En dat is ook iets wat we in Nederland niet eerder hebben gezien. Is het nu zo? Kijk naar onze gevangenissen, om nog een ander voorbeeld te geven. De dodenlijsten en het aantal maatregelen wat wij moeten nemen om medewerkers in onze gevangenissen veilig te stellen, dan vind ik dat ongekend. En dan is het niet iets wat eraan zit te komen, dat is iets waar we nu in zitten. En voor al die mensen die zitten te kijken, hè, waarvan een deel wellicht, laten we zeggen, een ander type praktijk hebben. Als notaris, als gerechtsdeurwaarder of welke functie dan ook. Die zouden het nog kunnen denken van, nou ja, dit gebeurt, dit is heel erg, maar het staat toch nog redelijk ver van mij af. Maar iedereen kan er vandaag of morgen mee te maken krijgen. Ja. En waar die brief over ging, dat ging naar aanleiding van wat er de afgelopen zomer is gebeurd. En dat gaat over een buitengewone groep gedetineerden waar je buitengewone maatregelen voor nodig hebt. Maar als je het hebt over geweld, waar je iedere dag mee te maken kunt krijgen, bedreiging, intimidatie, dan is dat voor een deel gerelateerd aan georganiseerde misdaad. Maar we zien dat natuurlijk breder. Ook in het familierecht bijvoorbeeld. Ingewikkelde scheidingen waarbij ex-geliefden elkaar naar het leven staan. Nou, als je daar als advocaat tussen landt, dan kan je plotseling maar hebben dat ook jij het mikpunt wordt van intimidaties en bedreigingen. Notarissen kunnen er iedere dag mee te maken krijgen. Ja. Nu is op verzoek onder andere van het NCTV onlangs een rapport verschenen van de commissie Bos. Dat ga ik zo meteen wat meer in detail bespreken. Maar een van de belangrijkste conclusies was van hoe we die beveiliging en veiligheid georganiseerd hebben als structuur. Dat klopt best aardig. Alleen we kunnen het niet meer aan. Dit groeit zo snel dat we ook echt zullen moeten gaan kijken naar eigen verantwoordelijkheid van beroepsgroepen zelf. Dus je kunt niet meer denken, als ik in de problemen kom, dan is de overheid er voor mij. Die zal het proberen te zijn, neem ik aan. Maar je zal toch ook dichter bij huis zelf moeten gaan kijken wat je zelf kan doen. Zeker. En dat laatste moeten we ook vooral houden. Er moet een overheid zijn die bij een acute dreiging zorgt voor bescherming en beveiliging. Dus dat hele stelsel bewaken en beveiligen, het is goed dat het er is. En het is goed dat we daar de afgelopen jaren in hebben geïnvesteerd. Maar als je nu ziet hoeveel
mensen daar inmiddels invallen. En wat dat ook betekent in termen van belastingen. 24 uur bewaking en veiliging. Ik had iedereen, het is echt geen pretje. Ja. Dus we moeten ook kijken wat we kunnen doen aan de voorkant. Daarom vind ik een dag als vandaag zo goed en mooi. Dat er vanuit advocatuur, samen met overigens anderen die met een soortgelijke problematiek te maken hebben, dat je kunt nadenken in de basis, hoe kun je beroepsbeoefenaars trainen, praktische adviezen meegeven, sterker maken om zich te weren tegen verleidingen, intimidaties, noem het allemaal maar op, dagelijkse praktijk. Wat kunnen wij doen om werkgevers een stevige rol te geven? Dat is in de ene beroepsgroep weer net wat anders dan in de andere. Als ik bijvoorbeeld kijk bij de overheidskant of de magistratuurkant van het geheel. Het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, dat zijn natuurlijk grote professionele organisaties. Wij zien in de advocatuur en ook bij het notariaat gaat het soms ook om eenmansbedrijven of kleinere kantoren. Maar ook daar draag je wel een verantwoordelijkheid, ook naar de rest van je personeel, om dat goed te doen, om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld rond je kantoor. Maar daar kunnen we wel weer helpen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ja. Kortom, er is iets wat we echt gezamenlijk moeten zien aan te pakken. Hoeveel meer we aan de preventiekant kunnen doen, des te meer blijft het systeem wat vanuit de overheid georganiseerd is ook in staat om, als het nodig is, in te grijpen en te helpen. Waarbij u stipt dat eigenlijk al een beetje, toch ook nog wat verschil zit tussen Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Want die vallen natuurlijk rechtstreeks onder de overheid. En advocatuur, notariaat en die gerechtsdeurwaarders zijn toch zelfstandige beroepsgroepen. Anders georganiseerd, waar die werkgeversrelatie weer anders speelt. Daar gaan we straks ook nog dieper op in. Nu bent u onlangs in Italië geweest, begreep ik, om al wat inspiratie op te doen, of eens te kijken hoe ze er daarmee omgaan, want ze hebben natuurlijk al veel langer en veel heftiger mee te maken. Ik zal niet de hele reis met u doornemen, maar als u nou één of twee dingen zou moeten noemen wat is bijgebleven, waarvan u zegt, dat zouden wij nou ook echt in Nederland kunnen gaan toepassen wellicht. Wat is dat dan? Ik zeg niet dat we op alle onderdelen Italië achterna moeten, hè? Want de lange strijd die zij met de maffia hebben en ook het grote aantal mensen die zij in bewaken en beveiligen hebben zitten, ik hoop dat we daar nooit toe zullen komen in Nederland, dat we dat enigszins beperkt kunnen houden. Maar je ziet dat daar wel heel veel middelen worden ingezet om bijvoorbeeld te voorkomen dat zware gedetineerden vanuit de gevangenis nog doorgaan met hun illegale praktijken. En proberen om bijvoorbeeld een zaakje over te dragen of toch vanuit de gevangenis opdrachten te geven tot liquidaties of tot bedreigingen of anderszins. En dat is voor een deel door daar echt te zeggen, de specifieke doelgroep aan gedetineerden zit daar in een heel zwaar regime. Ja. Geïsoleerd van de rest van de buitenwereld. Nou, dat kennen wij in Nederland bijvoorbeeld in de EBI, maar wordt in Italië echt op grotere schaal gehanteerd. Dat is ook de reden dat ik ook in Nederland heb gezegd, er moet sowieso een tweede EBI komen. Misschien op termijn ook nog wel een derde. Ja. Maar daaronder ook een laag aan kleinschaliger afdelingen binnen het gevangeniswezen, waarbij meer toezicht gehouden kan worden, dat die mensen gewoon stoppen met hun illegale praktijken. En het tweede, dat vond ik ook uitermate interessant, is in Nederland hechten we heel erg aan de fysieke aanwezigheid van verdachten ter zitting. Daar wordt voor een heel groot deel, de zwaarste gevallen worden daar per video gedaan. En dat heeft een groot voordeel dat je deze verdachten niet meer hoeft te vervoeren. We weten, vervoer is de Achilleshiel, dat kan altijd fout gaan. Hè? Dus iemand die in de EBI zit, gevangenis in de gevangenis, die zit daar goed en veilig. Maar het vervoer is kwetsbaar. Om een aantal redenen. Dat is het moment waarop er wat kan gebeuren. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar de enorme kolonnes die we moeten inzetten, die soms door dichtbevolkte woonwijken zich heen moeten. En die rijden echt niet stapsvoets, want dat mogen ze niet. Nee. Nou, wij moeten echt nadenken of dat nog op die manier moet. En ik ben inmiddels wel tot de conclusie gekomen dat dat voor een aantal gevallen niet meer het geval is. En dan zou je dus eigenlijk, we zijn er inmiddels allemaal gewend aan geraakt om online sessies te hebben. Dan zou een gedetineerde dus gewoon vanuit zijn cel, of in ieder geval vanuit die EBI, zijn rechtszaak kunnen volgen, het woord kunnen voeren. Exact. En dat de
nou ja, wat dat dan beveiliging oplevert en aan veiligheid voor de samenleving zou dan zwaarder wegen dan nou ja, de waarde die we hebben dat iemand fysiek aanwezig moet zijn. Ja, kijk, beide elementen zijn natuurlijk van zwaar belang. Hè? Ja. Onze veiligheid en bescherming, één. En twee is de rechten van een verdachte. Ja. En ook zijn rechten om aanwezig te zijn bij een zitting. Beide wegen zwaar in een rechtsstaat. Maar hoe je daar vervolgens handen en voeten aan geeft, ja, daar kun je, dat is steeds weer hoe je met dat dilemma nou omgaat. En aanwezigheid ter zitting, wat mij betreft altijd. Maar de vraag is, moet dat altijd fysiek? Ja. Dat kan eventueel ook op een andere manier. Nu ga ik straks met de andere gasten aan tafel onder andere van gedachten wisselen over wat die beroepsorganisaties nou zelf zouden kunnen doen. Wat individuele beroepsbeoefenaren zelf zouden kunnen doen. U heeft daar ook over nagedacht. Als u nou één of twee tips zou moeten geven waarvan u zegt, nou, dat is de richting waar ik aan denk. Bijvoorbeeld richting advocatuur of bijvoorbeeld notariaat. Als overweging om mee te geven, wat zou dat dan zijn? Een praktische tip en een... een van de dingen die ik... gaat gewoon over vindbaarheid. Wij zijn allebei, denk ik, heel makkelijk te vinden als je gewoon googelt op het internet via allerlei sociale platforms. En het is de normaalste zaak van de wereld. Iedereen heeft dat tegenwoordig. Alleen als je ervoor kiest om actief te zijn in dit vak, is er één moment waarop je er even bij na kan denken van, ja, en hoe vindbaar wil ik eigenlijk zijn? Wat wil ik van mijn privéleven dat er op openbare platforms te vinden is? Omdat als je dat afschermt, ik wil niet zeggen dat je daar alles mee voorkomt, maar je maakt het andere wel moeilijker. En ik merk dat in de advocatuur, ik merk dat in het notariaat, maar ik merk het bijvoorbeeld ook in de jeugdbescherming. Je kunt heel makkelijk het doelwit worden als anderen je makkelijk weten te vinden en als anderen meer van jouw privéleven weten. Ja. Waar gaan je kinderen naar school? Waar ben je op vakantie geweest? Wat doe je in het weekend? Ja. Dus dat is een praktisch advies. Ik wil niemand verplichten om dat te doen, maar denk er goed bij na. En doe dat op het moment dat je het nog kunt afschermen. Mijn tweede is meer, maar dat is in lijn met het seminar vandaag, is we kunnen ongelooflijk veel van elkaar leren. De advocatuur kan leren van het Openbaar Ministerie in de rechterlijke macht. Het notariaat kan weer leren van de advocatuur. En de facto hebben we, als we praten over weerbaarheid en sterker worden en hoe doorsta je de verleiding of hoe zeg je nee tegen intimidatie of tegen bedreigingen, dat kunnen we ook heel veel samen doen. Ja. En daarom vind ik het mooi wat we vandaag doen en mijn advies zou zijn, laten we dat vooral blijven doen. Kortom, let op je eigen vindbaarheid, werk samen met elkaar. U had in die brief aan de Kamer ook nog wat voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld gericht op de advocatuur, een soort vier-ogen-principe binnen zo'n EBI van een advocaat. Ja, daar kunnen mensen ook weer mee oneens zijn. Ja, het gaat er meer om dat mensen er gaan nadenken over, nou, als dat niet, wat dan? Ja. Maar dat vier ogen, ook voor hier en voor iedereen die nu meekijkt, dat is een hele zware, hele specifieke maatregel voor een zeer beperkt aantal gedetineerden die nu bij wijze van spreken op onze toplijstje zitten, of die in de EBI zitten. Omdat we gezien hebben dat in het vertrouwelijke contact tussen Taghi en een van zijn advocaten, daar vreselijke dingen zijn gebeurd. En we dat gelukkig hebben weten te onderscheppen. Maar ik vind dat als je het hebt over zo'n zware groep gedetineerden in ons meest beveiligde regime, dat je niet kan zeggen, ja, het was maar een incident. We moeten echt nadenken hoe we dat kunnen voorkomen. En daar zou zo'n vier-ogen-principe bij kunnen helpen, twee kanten op. Ook om daarmee advocaten weerbaarder te maken. Want het zijn natuurlijk ook de mannen, soms vrouwen, maar het zijn eigenlijk allemaal mannen in de EBI, die natuurlijk alles op alles zullen zetten om via hun advocaat ook weer verzoeken te doen. En soms wordt het verpakt in een heel charmant verhaal. Maar dan denk je toch even van, en wat zegt zo iemand nu eigenlijk? Ook daar zal je het horen, ik weet waar je kinderen wonen. Ja. Nou, daar gaan we vast straks nog meer voorbeelden over horen. En nogmaals, dit is een idee wat u heeft gelanceerd. Daar kunnen mensen die nu zitten te kijken, zitten misschien of juichend te denken, nou, dit is... Ik weet, hier in de advocatuur is hier veel discussie over. Ja, maar het gaat erom dat mensen in ieder geval in de denkmodus komen. Ja. We moeten wel wat met z'n allen. En we moeten dus aan de ene kant al die rechten beschermen. Ook de positie van de advocaat moet gewoon zijn werk exact doen. Maar tegelijk, dit is een goed probleem waar we wat mee moeten. Absoluut. En dit is ook een probleem wat niet morgen weg zal zijn.
Ik zie aan u hoe u erover spreekt dat uw handen jeuken om daarmee door te gaan. Dus ik neem aan dat u in het voorjaar hier gewoon weer, hopelijk fysiek natuurlijk, over ditzelfde onderwerp weer zien spreken. Nou, als de formatie met dit tempo gaat, dan acht ik die kans geen eens geheel irreëel. Dus dat u ook weer op diezelfde plek, in dezelfde functie... Nee, ik bedoelde eigenlijk dat we niet weten wanneer die formatie nu een keer afkomt. Oh, maar de vraag was meer gericht op wat dan na die formatie uw positie is. Maar ik dacht, ik doe een ontwijkend antwoord uw kant op. Ja, daar kan ik niet op inspelen. We hadden totaal niets verwacht van de politicus. We gaan het zien. Heel veel dank dat u bij ons was. En wij gaan erover doorspreken. En wij komen u vast nog wel weer tegen voordat dat nieuwe kabinet gestart is. Dank, Sander Dekker. Graag gedaan. Welkom terug. Nou, het was al aangekondigd, een groot changement in 14 seconden. Helemaal zitten na te puffen hier aan tafel de vier gasten met wie ik het komende uur in gesprek zal gaan. U ziet ook al in beeld wie ze zijn, maar ik stel ze toch nog even aan u voor. Uiteraard beginnend bij de enige dame aan tafel, Ines Pees, senior crisisadviseur bij ARC IVP. ARC is eigenlijk het Nationaal Psychotrauma Center. Wat voor mensen komen daar allemaal terecht? Is dat vanuit beroepsgroep alleen of is dat heel breed? Nou, dat is heel breed en ARC is een mantelorganisatie waarbij er organisaties onder zitten die aan onderzoek doen. Nou, in die hoedanigheid zit ik hier ook een beetje. Ja. We hebben ook een GZ-kliniek, Centrum 45, dus daar komen allerlei mensen die getraumatiseerd zijn. Dus we hebben eigenlijk de hele range van het preventiedeel waarbij we onderzoek doen tot en met de kliniek aan het einde. En ik werk dan bij ARC IVP, daar bedienen we vooral ook organisaties die met schokkende gebeurtenissen te maken krijgen. En de reden dat u hier vandaag, of dat je hier vandaag aan tafel zit, we hebben afgesproken iedereen te tutoyeren aan tafel. Ja. Dat je aan tafel zit is omdat jullie een onderzoek hebben gedaan naar de maatschappelijke gevolgen van psychosociale gevolgen en maatschappelijke gevolgen van mensen die iets traumatisch hebben meegemaakt. Ja, de psychosociale gevolgen. En we gaan daar straks dieper op in, maar wat is de belangrijkste conclusie als je die nu al direct zou willen meegeven? Nou, iets wat je misschien wel verwacht, dat de mentale gevolgen voor mensen die bedreigd worden groot zijn. En iets wat iets minder verwacht was, dat het proces van dat gaat plaatsvinden op het moment dat mensen bedreigd worden, dus het hele proces van beveiliging, dat er soms een extra stressfactor kan zijn. Okay. Nou, als het gaat over de bedreiging, daar kun je vaak weinig aan doen, dat gebeurt. Maar als het gaat over het proces, nou, dan liggen er nog kansen, zodat mensen daar in ieder geval geen extra stress door oplopen. Oké, nou, we gaan er straks dieper op in. Naast jou zit Raoul Nanhektan, hoofd bewaken en beveiligen bij de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Jullie hebben, ik noemde net al bij de minister, die commissie Bos, die een onderzoek heeft gedaan. Dat was mede in opdracht van jullie. Ja. Wat was de aanleiding om te vragen daar onderzoek naar te doen? Nou, de aanleiding was dat we zagen dat er steeds groter beroep werd gedaan op het stelsel bewaken en beveiligen. En het stelsel functioneert in essentie goed, zoals je net ook al aangaf in het gesprek met de minister. De structuur staat goed, maar we zagen wel dat met de ontwikkelingen ten aanzien van de dreigingen er een groter beroep werd gedaan op het stelsel. En dat stelsel moet eigenlijk continu doorinnoveren om het ook toekomstbestendig te houden. En met alle uitdagingen die waar we nu mee te kampen hebben, is een innovatie essentieel. En dat betekent dus ook dat we met dat in het achterhoofd gevraagd hebben aan de commissie om te komen met onafhankelijke aanbevelingen waarmee we aan de slag kunnen gaan. Ja. En het onderzoek was voor mij ook specifiek gericht op beroepsbeoefenaren, toch? Dus op mensen die binnen de rechtsstaat hun taak vervullen. Dat was een onderdeel van van het onderzoek. Tegelijkertijd hebben we ook wel gevraagd van functioneert het stelsel en hoe werken de stelselpartners samen in dat stelsel? En dat is ook een van de aspecten die ontzettend belangrijk is in de toekomst. En als het gaat over het invullen van de samenwerking tussen het individu, werkgevers en beroepsgroepen en de overheid, dat je die samenwerking ook optimaliseert. Ja. Maar dat geldt ook voor de partners die deel uitmaken van het stelsel. Heel goed. Nou, ook daar gaan we straks dieper op in. Aan de andere kant van de tafel Peter Tervelde, projectleider bij Persveilig. Dat is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, Genootschap voor Hoofdredacteuren, de politie en het OM.
Daarnaast ben jij veiligheidscoördinator bij de NOS. Je vertegenwoordigt eigenlijk een beetje de journalistiek. Dat zijn niet de mensen die nu kijken, maar de reden dat we jou hebben uitgenodigd is omdat de journalistiek eigenlijk voorop loopt in deze trieste route die we met z'n allen lopen van beveiligen en van mensen die bedreigd worden. Toen ik jou een paar weken geleden sprak, toen was je volgens mij bij de Gelderlander of bij een regionale krant een sessie aan het doen. Net nadat het weekend was geweest dat er overal rellen waren. We weten Rotterdam nog, maar ook andere steden in het land. Wat is dan de gevolgen voor zo'n medium als een krant? Om een beetje een beeld te krijgen wat mensen dan meemaken als journalist. Ik was heel benieuwd waar deze vraag naartoe ging. Want het was een hele lange, weet je dat? Ja, dat gaf het je extra bedenktijd. Ja, het gaf me heel veel bedenktijd, maar ik wist niet welke kant ik op moest denken. Ik zat toen bij Omroep Gelderland overigens, niet de Gelderlander. Dat weekend met Rotterdam, toen was het toevallig in Gelderland heel rustig. Het is pas later dat daar ook in een van de steden in Gelderland het ook onrustiger werd. Nou ja, kijk, Rotterdam was een... Ik heb een aantal journalisten gesproken die daar op die avond ook hebben gewerkt. Ja, die hadden totaal niet ingeschat dat het zo erg zou worden. Maar de politie had het ook niet zo ingeschat. Dus niemand had ingeschat dat het zo erg zou worden. Dat er gericht geschoten is zelfs. Voor het eerst sinds 2009 bij rellen in Hoek van Holland. Waar gericht tijdens rellen gericht geschoten werd en nu dus weer. Ja, dit is... Kijk, ik weet niet eens waar ik beginnen moet om hier een antwoord op te geven. Voor heel veel journalisten die gewoon in Nederland werken, die naar een demonstratie gaan in Rotterdam, dat zijn dus regiojournalisten daar uit de buurt, lokale journalisten, sommige van landelijke media uiteraard, die wel vaak trainingen hebben gehad, die echt wel wat meer dingen gewend zijn, ook vanwege hun werk in het buitenland. Maar veel van die regionale, lokale journalisten die gewoon in Rotterdam en omgeving hun werk altijd doen. En die nu plotseling in een veldslag terechtkomen, waar zij bekogeld worden met volle flessen, volle blikken, stenen, waar de politie gericht schiet. Ik bedoel, je komt in hun optiek kom je in een oorlogssituatie terecht. Ja. Het is het niet, maar zo voelt het natuurlijk voor deze mensen wel. En daar worden dus al heel veel, daar wordt al veel aan begeleiding dus gedaan om journalisten voor hun te helpen. Nou ja, vanuit onze kant, we doen er ontzettend veel aan. Maar er zijn er meer nog niet begeleid en getraind dan wel. Want het was aardig dat je zei dat wij erg voorop liepen in de journalistiek. Nou ja, Persveilig bestaat pas 2 jaar. Dus we zijn pas 2 jaar echt bezig landelijk om heel veel voor de journalistiek te doen. Ja. Maar we zijn er nog lang niet. En als je nou kijkt naar dat weekend van Rotterdam en alles wat daar gebeurt in zoveel steden in Nederland, dan is er nog heel veel werk te doen. Nou, en wat we dan zouden kunnen doen, en dan met name dus ook de beroepsgroepen die nu kijken, daar gaan we het straks dieper over hebben. Tot slot aan tafel Jeroen Soeterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en zelf ook advocaat te Amsterdam. Wat maken jullie mee? Wat is, als we nu ons gaan focussen op een van de beroepsgroepen die nu kijken, en dan even specifiek strafrechtadvocaten, wat zijn nou de subtiele, dan wel minder subtiele vormen die jullie meemaken? Nou, wat de advocatuur ervaart is dat aan de ene kant je voor je cliënt gaat staan, diegene adviseert en bijstaat, en daardoor creëer je een vertrouwensrelatie die ook noodzakelijk is. Maar dat gebleken is dat... dat soms meebrengt dat er een risico of een gevaar ontstaat. Omdat diezelfde cliënt, om wat voor reden dan ook, dat kan liggen aan de advocaat, maar kan ook helemaal bij de cliënt liggen, een gevaar gaat vormen. Op fysiek gebied, maar soms ook op mentaal gebied. Waar dus het lastiger wordt om of afstand te houden of om contact te maken. En wat is een voorbeeld van hoe dat mentaal... want we denken direct aan fysiek geweld, maar het kan dus ook subtieler. Het kan ook subtieler. Ik zal een voorbeeld geven om te duiden wat ik daarmee bedoel. Stel dat er een cliënt komt bij een advocaat. En het is een jonge advocaat, heeft net zijn eigen praktijk, gaat goed. En die cliënt die betaalt hem en keurig met facturen en via de bank. En dan zegt die cliënt, wat kan ik verwachten in deze strafzaak waarin ik verdachte ben? Nou, die advocaat die zoekt dat uit, zegt tussen de 4 en 6 jaar gevangenisstraf, daar moet je op rekenen. Dat is ons werk, hè? Om daarin ook advies te geven, of in ieder geval duidelijkheid te geven. En dan zegt die cliënt, maar jij bent heel goed. En we betalen jou ook goed en we zijn bij jou. Dus dan is het maximaal 4 jaar wordt het dan, daar gaan we wel vanuit. Nou, die loopt weg
En dan is vraag 1, moet je dan al reageren? Maar dan komt hij een week later terug. En dan zegt hij, joh, ik heb net 10.000 euro naar jouw rekening overgemaakt. Mm-hmm. Die factuur, geef me die. Want ik wil je vragen, doe er alles aan om er 3 jaar van te maken. En want we zijn toch bij jou tenslotte. En dan gaan we voor de 3 jaar. Deal? Ja, en wat doe je dan? Ja. En wanneer grijp je in? En wanneer zit je eigenlijk dan in een situatie dat je je niet meer onafhankelijk voelt? Wat een van onze kernwaarden is. Waar je denkt, ja, maar nu ben ik afhankelijk geworden van iets. Of ik had eerder moeten ingrijpen. Dat is een klein voorbeeld. Ja. Wat niets met fysiek te maken heeft. Waar geen dreiging aan te pas komt. Waar je toch als advocaat klem kan komen te zitten. En wat ook nog enigszins begrijpelijk is, omdat natuurlijk die andere kernwaarde is partijdigheid in een advocatuur. Dus je bent daar, jij bent de persoon die vol voor die cliënt gaat. Dus dat schept een soort innige band. Maar je moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn. En dan moet je ook nog eens integer zijn. En dat kan in de praktijk, kan je kennelijk een fuik inzwemmen. Misschien zonder dat je het direct door hebt. Maar als je er eenmaal in zit, het waarschijnlijk moeilijk is om eruit te komen. Ja, dat is heel lastig. Want gaat een advocaat zeggen, ik ben bang voor mijn cliënt? En tegen wie zeg je dat? Zeg je dat tegen die cliënt? Zeg je dat tegen iemand anders? Dat hoop ik heel erg. Dat elke advocaat, hoe jong of oud hij ook is, iemand heeft met wie hij altijd kan praten. Liefst uit de beroepsgroep. Valt onder je geheimhouding om te zeggen, wat moet ik doen? Of ik maak me zorgen. Maar het is heel lastig om dat te kennen te geven. Omdat je ook dienstadvocaat bent. En hoe zou je dit soort voorbeelden, in dit strafrecht kunnen mensen misschien dat nog redelijk snel plaatsen? Als je nu een voorbeeld zou moeten bedenken, bijvoorbeeld uit het notariaat. Dat is dan niet jouw eigen praktijk natuurlijk, maar je hebt daar vast ook wel voorbeelden van waar dat kan spelen. Of bij gerechtsdeurwaarders die in zo'nzelfde ingewikkelde situatie kunnen komen. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat toch wel lastig om een voorbeeld uit hun praktijk te geven. Want als ik het wat algemener trek, is het gevaarlijkste, denk ik, uiteindelijk de relatie tot je klant. Want ik heb het even niet over, noem eens wat, een andere verdachte uit die boos wordt omdat ik een verdachte bijsta. He, maar ik heb het even je eigen mensen of de mensen die je zelf moet gaan benaderen, of je eigen opdrachtgevers, om daar hele strakke lijnen te trekken. Ik heb nog nooit van mijn leven een druppel alcohol gedronken met een cliënt. Ik heb nog nooit van mijn leven gegeten met een cliënt, behalve als we de lunch hadden tijdens de zittingen. Maar dat is om het voor mezelf ook overzichtelijk te houden. Ja. Om nooit 1 centimeter risico te nemen. Ja. En dat is iets wat ik kan meegeven aan anderen. Ik dacht dat ik ergens las dat in een onderzoek een paar jaar geleden bleek dat 60% van de advocaten zei dat ze het afgelopen jaar of de afgelopen jaren zich wel eens in enige mate onveilig hebben gevoeld ten opzichte van een cliënt. Is dat echt een groeiend probleem of is dit iets van alle tijden? Dat vind ik heel lastig, want ik ken geen onderzoeken van daarvoor. Ja. Maar het is elke bedreiging die er is, of elk moment dat iemand zich bedreigd voelt, is het natuurlijk één te veel. We hebben een beroep, net zoals de notaris en de gerechtsdeurwaarder, om mensen te helpen. Of om mensen te adviseren, of om ervoor te zorgen dat dingen die in de maatschappij plaatsvinden, of dat nou een erfenis is waar ruzie over ontstaat, of een schietpartij waar ruzie over ontstaat, of de deurwaarder die aan de slag gaat, om daarin een maatschappelijke functie te vervullen. En als dat meebrengt dat je je bedreigd gaat voelen, of het nou eerst 40% was en nu 60, of het 60 is gebleven, dat is 60 te veel. Ja. Ine, nu blijkt uit jullie onderzoek, heb ik dus gekeken, nou, als dat uit de hand loopt en mensen hebben in meer of mindere mate daar een traumatische ervaring mee. Mm-hmm. Wat doet dat bij mensen en wat zijn de hoe groot is die impact dan precies? Ja, ja. Nou, die impact die is vooral heel verschillend. Dus er zijn mensen die door een bericht op social media al dagenlang angstig zijn en slecht slapen. Er zijn mensen die daar hun schouders over ophalen. Als het gaat over grote bedreigingen, ook soms fysieke bedreigingen, zie je wel vaak dat mensen een korter lontje hebben, gestrest zijn. Soms zie je ook dat het invloed op hun functioneren heeft. Het is bij een onderzoek natuurlijk altijd een beetje moeilijk bespreken. Hè? Zo van, heb je nou het gevoel van dat je anders functioneert dan daarvoor? Dan zeggen veel mensen niet. Maar als je in een omgeving moet opereren waarbij je bedreigd wordt en waarbij je ook beveiligd wordt, dan kan het toch zijn dat veel mensen om je heen er toch wel een beetje rekening mee houden, dat ze jou met bepaalde randzaken niet meer moeten belasten. Dus misschien word je al anders bejegend. Wat we wel vaker gehoord hebben is dat mensen zeggen, nou, we hebben veel wethouders gesproken en burgemeesters in de tijd van de vluchtelingencrisis, een aantal jaren geleden. En nou, die zeiden van, dat soort dossiers laat ik de komende jaren toch maar even liggen. Nou, dan heeft het al invloed. Ja, dus en ik heb nog één vraag, want we gaan verder met
nu een vervolgonderzoek naar advocatuur en rechtspraak. Wat ik interessant vind in wat jij zegt, is dat juist die band van een advocaat met zijn cliënt maakt dat er misschien nog meer ruimte ontstaat voor subtiele bedreigingen. En dat zou heel interessant kunnen zijn om te kijken van hoe je die escalatieladder, hoe je die eigenlijk zo snel mogelijk kunt ontdekken. Hè? Dus van de eerste opmerking die een cliënt al maakt, dat je denkt van dit voelt al niet meer oké. En wat zeg ik dan? Daar zullen we straks nog wat dieper op ingaan. Ja. Van wat kunnen de mensen die zitten te kijken nu ook zelf al als kleine stapjes zetten om hier beter mee om te gaan. Maar wat ik jou eigenlijk, als ik je goed beluister, ook hoor zeggen. En het is ook heel verschillend hoe mensen hiermee omgaan. Het kan best zijn dat de een via social media iets naar zijn hoofd krijgt en denkt van nou ja, en het een minuut later alweer vergeten is. Maar het kan voor andere mensen een enorme impact hebben. En dat realiseren en daar wat mee doen is al heel belangrijk. Ja, en geen oordeel over hebben. Ja. Dus het is heel gemakkelijk om te zeggen, nou kom op zeg, daar lig je toch niet van wakker. Dus recht doen en dat we allemaal verschillend zijn. Dat het uitmaakt of je alleen woont, of dat je een gezin hebt, jonge kinderen hebt, pubers hebt. Dat is natuurlijk ook zo'n thema als het gaat over niet zichtbaar zijn op de social media. Kun je als volwassene in die beroepsgroep denken van, nou daar trek ik mijn consequenties uit. Daar ga ik gewoon zorgvuldig mee om. Maar je hebt ook dochters, met name meisjes van 15, 16, die heel veel op social media zitten. Wat betekent dat voor je kinderen? Is dat, Peter, in jouw ervaring binnen de journalistiek, dat daar al voldoende besef van is? Wat die impact is en dat mensen daar, als iets is overkomen, dat mensen daar toch te makkelijk overheen. Verschillende dingen. Social media, ik vind heel veel journalisten, maar het geldt voor bijna elke beroepsgroep, denk ik. Ik vind de meeste mensen nog vrij naïef op social media. Wij doen bij elke training die we doen, doen we een snelle scan van 10 minuten. Van alle deelnemers. En we hebben de jackpot, zo noemen we het altijd. Als we binnen 10 minuten het adres hebben, de geliefde kinderen. En als het een jongere journalist is, ouders of iemand direct in de omgeving. Vaak lukt het. Huisadres, kenteken van de auto ook nog. Als die er nog bij zit, dan ga je echt voor een miljoen. En mensen zijn heel naïef. Dus die naïviteit die moet echt weg. Ik hoorde Dekker net zeggen als een van de tips, hè, ook naar advocaten toe of naar deze beroepsgroep toe. Zorg nou dat je de privacy-instellingen van social media kent. De meeste mensen kennen ze niet eens. Ze weten niet eens wat de privacy-instellingen van Facebook zijn. Alle foto's worden openbaar erop gepleurd, wou ik zeggen. Maar ik weet niet of dat hier mag. Mag dat hier? Van ons mag het volgens mij. Als ik zie nog niemand bezwaar maken. Iedereen doet me wat op social media. En dat is echt verbijsterend. En dat blijft me elke keer. En dan daarna zeggen, er was een journalist, notabene een journalist die ook met name op social media publiceert. En zijn vriendin werd aangevallen. Kreeg een massale aanval via Facebook. Hij zei, kijk, ik word vaak aangevallen, vind ik niet zo erg. Hij is iemand die er dus echt wel tegen kan. Dikke huid, niks aan de hand. Maar hij zegt, mijn vriendin, heel kwetsbaar punt. Ik zeg, ja maar luister, jij hebt op Facebook staan met wie je een relatie hebt. Dus het is één klik en je was bij de Facebookpagina van die vriendin en zij kreeg een tsunami van vreselijke berichten over zich heen. Dus de naïviteit bij heel veel mensen, laat ik het maar op journalisten houden, bij heel veel journalisten is er nog steeds. Ja. En die moet echt op heel veel vlakken, nu hebben we het even over social media, maar ook het werken op straat, het omgaan met verkeerde mensen, echt veel naïviteit moet hier nog verdwijnen, omdat ons land aan het veranderen is. Althans, een deel van het land is echt aan het veranderen. Heel graag bij aan. Kijk, dat er sprake is van een bepaalde kwetsbaarheid betekent niet dat je iets kan doen aan de weerbaarheid. En dat begint al heel erg met aan de voorkant, die bewustwording. Instellingen op social media, ontzettend belangrijk. We zien namelijk ook dat vanuit de digitale wereld steeds meer dreigingen ook zich fysiek gaan uiten als je daar niet op tijd bij bent. En vanuit het perspectief van bewaken en beveiligen is dat helemaal belangrijk, want bewaken en beveiligen is maar één aspect in het geheel van voorkomen van dreigingen, et cetera. Dus in een aanpak van ondermijning begint het al in die proactieve preventieve fase aan de voorkant om daar bewustwording goed over het voetlicht te brengen. Daar kan je als individu een hoop in doen. En dat begint heel vaak met praktische zaken als de instellingen van social media. Dat kan ook vanuit een werkgever en vanuit beroepsgroepen gestimuleerd worden. En ook de overheid heeft daar een belangrijke rol in. En we zien dus ook in die samenwerking dat we nu stappen zetten. We zien dat ook de integrale samenwerking en netwerken in de beroepsgroepen nu heel erg
van de grond zijn gekomen naar aanleiding van de dramatische moord op de broer van de kroongetuige, Wiersum, en vervolgens Peter R. de Vries. Maar in die end heeft het wel een bepaalde awareness met zich meegebracht dat we daar gewoon veel minder naïef in moeten zijn. En uiteindelijk, als je dat preventief aan de voorkant goed oppakt, kunnen we bewaken en beveiligen doen daar waar het nodig is. Ja, en dus de noodzakelijkheid, want dat is dus een belangrijke conclusie uit jullie rapport. Dat dus ook bij die beroepsgroepen zelf georganiseerd moet worden, deels. Je kan niet denken van, nou ja, zodra ik in de problemen kom, dan bel ik het NCTV en dan komt het allemaal wel goed. Het probleem is dusdanig groeiend en veelkoppig dat het, nou ja, echt begint bij zelf er al stap in te nemen als individuele beroepsbeoefenaar, maar ook als, nou ja, beroepsvereniging. En daar standaarden voor te bedenken. Wat die zijn, daar zullen we straks nog wat dieper op ingaan. Is er nog een andere conclusie uit jullie rapport die je zou willen noemen? Jazeker. Wat ontzettend belangrijk is dat je ook centraal stelt wat de zorgplicht van de overheid is. Dat is ook een element wat cruciaal is in die samenwerking tussen individu, beroepsgroepen, werkgever en die overheid. Maar wat mag je verwachten van de overheid? En wat verwachten we politiek en maatschappelijk van de overheid? Dat betekent namelijk nogal iets voor de middelen die je ter beschikking stelt. Wat de minister net zei, er zijn extra middelen ter beschikking gesteld, maar wil je die ook daadwerkelijk omzetten in opgeleid en getraind bewakings- en beveiligingspersoneel en het materieel wat je nodig hebt, dan ben je gauw al 2 jaar verder. Ja. Dus daar zal in die tussentijd iets moeten gebeuren voordat je dat gat beslecht hebt. In de verandering van de dreiging die we zien. In het vorige gesprek hadden we het al even over het lopen over de brug terwijl je die brug bouwt. Ja, en dat maakt keuzes belangrijk. En die zorgplicht die zal je dus ook met elkaar maatschappelijk, maar ook samen met beroepsgroepen en werkgevers, goed moeten definiëren. Maar er is wel iets essentieels in. En dat is dat de beroepsbeoefenaars vertrouwen hebben in de overheid. Want als het vertrouwen er niet is dat de overheid die zorgplicht nakomt en dat zoveel als mogelijk waarborgt, dan zullen mensen zich ook niet tot de overheid wenden. En ik denk dat dat voor een deel heeft te maken met communicatie. Wat vertelt de overheid aan de burgers die ze bewaken? Wat vertelt de overheid aan de burgers die ze in potentie kunnen bewaken? Dat moet eenduidige communicatie zijn. Wij krijgen veel voorbeelden waar dat heel erg misgaat en dat daardoor het vertrouwen weggaat. En om een klein voorbeeld te geven daarvan, is de Kamer van Koophandel. Er wordt al heel lang geroepen vanuit beroepsbeoefenaars. Scherm bepaalde gegevens af. Je zit in een maatschappij, het privéadres staat daarin. Maar de overheid heeft tot nu toe gezegd, eigenlijk het commerciële belang van de Kamer van Koophandel weegt zwaarder dan het belang van de beroepsbeoefenaar, wiens privéadres daar binnen 5 seconden voor €2,35 te vinden is. Ik weet dat hopelijk gaat veranderen, maar dat zou al zijn gebeurd. Het is een klein voorbeeld waar wij ook echt de overheid aan moeten kijken, omdat we het zelf niet kunnen doen. Het begint bij ons. Ik wil de Kamer van Koophandel mijn privéadres niet meer hebben, maar dan zegt de overheid nee. Maar dit creëert nog eens extra ook het besef bij mensen die kijken wellicht van, hey, wacht eens even, wellicht dat ik helemaal op social media niet actief ben. Dus tot nu toe waande ik mijzelf helemaal veilig. Maar het kan dus zomaar zijn dat via de Kamer van Koophandel mensen al kunnen weten waar jij woont. Dus het is niet alleen social media, er zijn ook andere routes waarin dat kan. En de oproep die jullie doen is van, nou, overheid, ja, zorg dat veiliger wordt en dat dat niet meer kan. Ik wil nog naar jou, Peter. Want ik sluit me hier natuurlijk volledig bij aan, want freelance journalisten, de Kamer van Koophandel is een drama. Ja. En dat is niet de Kamer te verwijten. We hebben hele goede contacten en er zijn een paar middelen die we hebben gekregen om mensen hun adres af te schermen. Maar vaak is het pas na een dreiging en dan ben je te laat, want dan ligt je adres inmiddels al op straat. Dus ja. dit moet echt veranderd worden. Heel toevallig morgen weer met het ministerie maar nu het in gesprek. We hebben de Kamer van Koophandel niet aan tafel, dus we willen ons vandaag. Laat me even. Ik verwijt het de Kamer van Koophandel ook niet. Die voeren gewoon de wet uit. Ja. Punt. En binnen de kaders van de wet zijn ze heel flexibel denken ze echt wel mee. Alleen het moet vanuit. En de Tweede Kamer wil het al heel lang. Ja. Er zijn moties over aangenomen enzovoort. Je gaf een voorbeeld toen ik jou wat eerder sprak van een van de dingen die jij meegaf in sessies die je met zo'n hoofdredactie van een krant doet of van een lokale, regionale of landelijke omroep. Op het moment dat een van de journalisten op locatie is, gewond raakt, afgevoerd wordt naar het ziekenhuis, hoofdredacteur wordt gebeld en dan vraag je aan zo'n hoofdredacteur, wat doe jij dan? Kun jij de 5 stappen noemen die je doet als een van jouw mensen gewond in het ziekenhuis ligt. En daar is vaak nog niet zo heel goed over nagedacht. Datzelfde zou kunnen kennen. Ik kijk ook direct weer eens naar jongen. Hebben jullie bij jullie op kantoor, stel dat zoiets zou gebeuren, in wat voor vorm dan ook, is er een protocol?
Ligt er iets waarvan je zegt, nou, als dat gebeurt, dan weten we stap A, B en C. Nee, dat ligt er niet. Wat zou het moeten zijn? Het belangrijkste is preventie. Ik bedoel, 90% van mijn training gaan over preventie. Want je wil voorkomen namelijk dat er iets gebeurt. Voorkomen dat je dat 's avonds de bel bij u gaat en dat er of bij jou gaat en dat er gezegd wordt, we hebben bescherming nodig. Dus het gaat echt om preventie. Maar in het uitzonderlijke geval, want het is een uitzonderlijk geval dat de verslaggever van een landelijke krant bij een demonstratie is, een steen tegen zijn hoofd krijgt en vervolgens wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Met een gat in zijn hoofd, buiten bewustzijn enzovoort. Het zijn de uitzonderingen. Maar als het gebeurt, dan wordt die werkgever gebeld. Ik zeg, dat is altijd op een ongelukkig moment. Dat is altijd 's avonds, in het weekend. Je zit net aan je 50 glas wijn bij met een diner met goede vrienden van je. Weet je? Dus er moet iets zijn bij jou op de redactie, zodat iedereen weet wat is onze verantwoordelijkheid, wat is onze rol. Weet je bijvoorbeeld, verslaggever Henk heeft die steen uit zijn hoofd gekregen, de fotograaf belt. Henk is niet meer aanspreekbaar. Wie is de partner eigenlijk van Henk? Heeft Henk een partner? Weet je dat? Waar ligt het? Zijn die spullen beschikbaar? Ja. Wie kan erbij bij die spullen? Nou ja, weet je, over dat soort dingen moet je nadenken van tevoren en niet op het moment dat de crisis begint. Ja, en dat zijn vergelijkbaar, hoewel de situatie natuurlijk anders zal zijn bij een notariskantoor of bij een advocatenkantoor, maar soort vergelijkbare situaties. Een van je mensen komt in problemen, dan moet er van tevoren over nagedacht zijn welke stap je gaat zetten. Dat brengt ons een beetje naar de oplossingssfeer van joh, wat kunnen mensen nou meenemen aan het eind van deze sessie. Duidelijk is geworden hoe je er ook naar kijkt. Hè, de overheid heeft een belangrijke rol. Maar er wordt nadrukkelijk gekeken, dus ook naar die beroepsorganisaties en individuele beroepsbeoefenaren, om daarmee aan de slag te gaan. Want ja, het kan niet volledig bij de overheid liggen. Wat is jullie eerste tip die je zou willen meegeven? Dus daar zitten nu mensen te kijken, nou ja, als notaris, gerechtsdeurwaarder, openbaar ministerie, rechtspraak, advocaten. Waar begin je? Wat zijn kleine stapjes? Kleine stap is al, eigenlijk wat je net ook aangeeft, met de overheid ook in gesprek. We zijn nu entameren die gesprekken, we willen in gesprek met de beroepsgroepen. En wat je nu ziet, ontzettend belangrijk is om een beeld bij elkaars wereld te krijgen. Wat zijn de complexiteiten? Het voorbeeld wat net aangehaald wordt, dat zou eigenlijk als basis moeten dienen voor die gesprekken, om vervolgens te kijken welke maatregelen tref je daarop. Hoe kom je tot draaiboeken? Dus ik denk echt dat stap 1 is in verbinding raken met elkaar. Hij klinkt heel logisch en heel basaal, maar dat is nog niet zo logisch gebleken in de praktijk. Dus ik denk dat ook sessies zoals deze, waar we vandaag zitten, goed in gesprek met elkaar zijn en periodiek ook in gesprek met elkaar blijven, ontzettend belangrijk is. Ian en ik spreken elkaar regelmatig, dus ook echt op het niveau van personen. Hè, dat gaat wat minder over de beroepsgroepen, maar echt op het persoonlijk niveau aandacht voor mensen en de situatie waarin mensen zitten. Dus het begint gewoon echt met het gesprek, de samenwerking en die verbinding, om vervolgens die rollen te versterken. Ja. En dat gesprek, dat gaat ook over waarden. Wat willen wij eigenlijk voor een organisatie zijn? Hoe kijken we eigenlijk naar wat mensen en ondersteuning nodig hebben na een schokkende gebeurtenis? Welke rol ligt er dan voor mij als werkgever? Wat verwacht ik van collega's? Kijk, wij weten dat sociale steun een van de belangrijkste dingen is als zoiets heftigs gebeurt. Dus wat jij zegt, van je zoekt uit van heeft hij een partner, heeft hij kinderen, wat kunnen we daarvoor betekenen? Maar ook wat kunnen we op de langere termijn betekenen? Dus het gaat ook over, welke uitstraling wil je nou eigenlijk als advocatuur hebben, als OM hebben, als NCTV hebben? Waar sta je voor? Ja. En sta je voor je mensen? Sta je voor een cultuur waarin je zegt agressie is nooit acceptabel? De ondermijningsvoorbeelden die jij geeft, nooit acceptabel. Dan zetten we die en die stappen. Nou, dus eigenlijk dat gesprek, dat moet je volgens mij eerst met elkaar voeren. En daar komen dan wel draaiboeken uit voort. Ja, maar wat, ja. Een draaiboek moet me er wel denken. Wat ik heel belangrijk vind, is om al helemaal aan het begin, als mensen net op in de arbeidsmarkt komen, om ze dan daar al bewust van te maken. Ja. Want je leert het pas eigenlijk doordat het soms net te ver gaat. Hè? Ja. Zoals je wel zeggen dat je pas de randen van de kleurplaat ziet als je er overheen kleurt. Dat is hier soms ook zo, als je het in de praktijk leert. Maar als je aan het begin, bij al die beroepen die in deze problemen kunnen zitten, bij de startopleiding al zegt, herken het, dat mensen, als het de eerste keer gebeurt, in ieder geval al denken, oh, maar wacht eens even, ik heb daar al een training in gehad. Dat is dat draaiboek wat eigenlijk al moet liggen voordat mensen de arbeidsmarkt opkomen, zodat ze het gaan herkennen. En ook weten, hè, met dat stappenplan,
oh, maar wacht even, wat moet ik nu doen? Ga ik inderdaad, ik heb iemand, dat vind ik heel belangrijk voor mensen. Wat ik al zo straks zei, heb altijd iemand die je kan vertrouwen. Tegen wie je alles kan zeggen, kwetsbaar kan zijn, ook al denk je dat je te ver bent gegaan. Iemand die je niet veroordeelt, maar die eerst luistert. Als je iedereen bedenkt, zo iemand moet ik hebben als ik begin, dan bel je sneller. Dan krijg je feedback. En dat geeft denk ik wat lucht en wat ruimte. Want er zijn beroepsoefenaars die in eentje op kantoor zitten. En het kantoor is soms een schuur in de tuin. Ja. Als je dan niemand kan bellen, dan is het heel eenzaam. En is er ook een veel groter risico. En daar pleit ik echt voor om helemaal onderaan te beginnen. Zodat mensen, terwijl ze zich ontwikkelen, die lessen meenemen. En hopelijk weerbaarder zijn. Dus dan zit het in de beroepsopleiding. Ik weet bijvoorbeeld bij de Orde van Advocaten zit die deels er al in aan het begin. Om in ieder geval die onafhankelijkheid met voorbeelden. Het heeft niet altijd direct aan een relatie met ondermijning, maar wel te snappen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld als je familielid gaat bijstaan, dat kan een spanning gaan opleveren. En het is goed dat je daar begin af aan van bewust te zijn, maar dat zou dus eigenlijk voor al die beroepsbeoefenaren in de opleiding moeten zitten. En daar zit ook een heel interessant aspect aan, hè? Want we zitten nu eigenlijk in een soort van tussenfase. Zoals net gezegd, de veiligheidssituatie verandert, de dreiging verandert, de aanleiding lag heel erg in de drie moorden die plaats hebben gevonden. En wat je nu ziet is dat een heel groot gedeelte van verschillende beroepsgroepen, of dat nou de journalistiek is of de advocatuur, mensen worden hiermee overvallen in hun werk. Er ontstaat nu, naarmate dit een soort van nieuw normaal wordt en we met elkaar daar een systemisch antwoord op moeten vinden, ontstaat er ook een generatie die heel bewust meeweegt in het kiezen voor een beroep, voor de gevaren waarmee een beroep gepaard gaan. Maar de mensen die nu veelal in die beroepsgroepen zitten, die worden hiermee overvallen. Ja. Ja, en hoe gaan we die mensen ondersteunen om toch hun werk op een goede manier te kunnen blijven doen? En daar hebben we allemaal een hele belangrijke rol in. Ja. Wij merken het inderdaad bij de opleiding, want we geven dus trainingen nu ook bij scholen voor journalistiek, masteropleidingen en journalistiek aan universiteiten. We geven trainingen in veiligheid en weerbaarheid. Juist om ook die nieuwe krachten die zometeen op de Amers, maar dat ze hier al enigszins voorbereid zijn en wat weerbaarder zijn. En wat we terug horen van deze student is dat ze vaak al tijdens stages of op school krijgen ze de eerste week op school, net hbo'er, hè? De eerste week, kom je net van de middelbare school, en dan krijg je een opdracht van school. Ga de straat op, in de school van journalistiek Utrecht, ga de straat op, ga even een verhaal maken hier en hier en hier over. Die mensen krijgen meteen, die kinderen krijgen meteen te maken met agressie. En dus daarom zijn we nu ook echt helemaal aan die voorkant begonnen met de opleidingen, om daar ze al weerbaarder te maken. En het is interessant wat je zegt, want de huidige generatie werkers, die moeten omschakelen nu. Dus ik heb soms met hoofdredacties dat trainingen geef, die nog nooit hebben nagedacht over veiligheid hier in Nederland. Wel voor hun correspondenten, mensen in het buitenland en dergelijke, maar om na te denken hier in Nederland moeten ze echt omschakelen. Ze moeten echt veranderen in hun denken. En die protocollen en die plannen en zo, het is maar papier, maar het is in ieder geval iets waar je begint en waar je op terug kan vallen bij een crisis. En daar moeten ze nu over gaan nadenken. En daar zijn ze nu over het nadenken vaak, omdat het plotseling moet. Maar dat is een mindset, hè? Want de beroepen waar we het over hebben, een deurwaarder, notaris, advocaat, dat waren vroeger de gerenommeerde beroepen in het dorp. Ja. Die hadden een bepaalde status, maar die bracht ook wel een beetje mee dat je niet zo snel kwetsbaar ging opstellen tegen je buurman. Maar dat moet wel, als je je kwetsbaar opstelt, als je bespreekt waar je zorgen om maakt en wat er niet goed gaat, dan kan dat denk ik heel erg helpen. Maar zeker als ik ook vanuit de advocatuur spreek en vanuit de mensen zoals ik, die het al langer doen en die niet in de opleiding hier al over opgeleid zijn en dus meer zeg maar via de straat hebben geleerd. Ja, dan zijn er momenten dat je daarin vast kan lopen. Ja. En er is een heel mooi dat er een soort van nulpunt komt van nieuwe mensen die dit wel hebben meegekregen, maar daarboven zit een heel deel en die zitten nu allemaal in de grote zaken te werken, die het gewoon hebben moeten leren gaandeweg. En daar moeten we ook heel goed naar kijken, dat we niet denken, ja, we beginnen op nul en die redden zich wel. Ja. En dat levert dus, als ik je goed begrijp, ook een cultuur op waarin je dat ook niet zo makkelijk bespreekt, waarin je je niet kwetsbaar opstelt van wat je nu weer hebt meegemaakt. Nee, je bent graag zelfverzekerd. Ja. Dat vindt je cliënt ook fijn, dat merk je ook. Als ik zou voorzichtig zou zijn en heel zacht zou praten en heel veel zou stotteren en zou zeggen dat ik het niet weet, dan ben ik misschien net zo slim als iemand die praat en tegen mijn cliënt zegt dat ik het wel oplos. Ja. Maar dus dat tweede is veel makkelijker, lijkt het. Ja. Maar dat creëert ook een probleem als je uiteindelijk die andere kant moet gebruiken. Dat zit ook heel erg in jullie advies, hè, volgens mij, in jullie onderzoek. Het bespreekbaar maken, mensen blijven volgen. Ja, en ik wil nog aansluiten bij iets wat jij noemde. Soms hebben mensen te maken, als ze al in de beveiliging zitten, met heel verschillende functionarissen. En daar horen ze niet allemaal precies dezelfde boodschap van.
En dat geeft heel erg veel onrust. Dus een van de aanbevelingen, en dat is ook mooi, want die is overgenomen door de commissie Bos, is stel vast de contactpersonen van mensen in en zorg dat die ook contact hebben als er geen nieuws is. En het tweede wat ik daar nog wel over kwijt wil, als je beveiligd wordt, raak je je vrijheid kwijt. Dat is vreselijk. Dus ik moet denken aan het voorbeeld van iemand die zei, er is beperkte menskracht, dus ik moet het weekend kiezen. Ga ik naar de voetbalwedstrijd van mijn zoon van 7 of ga ik naar mijn ouders van 90? Nou, dat zijn keuzes die wil je niet maken. Dus de regie over je leven ben je kwijt. En dan zijn er dus een hele hoop mensen die allerlei beslissingen maken over dat leven van jou, over wat je wel kunt en wat je niet kunt. En juist dat gebrek aan eigen regie, dat is ook heel stressvol voor mensen. En zeker voor mensen die gewend zijn om een beroep te hebben waarin ze juist heel veel controle en regie hebben. Dus een van de aanbevelingen is ook om te kijken hoe je iets van regie kunt geven aan mensen. Kijk, je gaat niet over de maatregelen. Daar zijn organisaties als NCTV voor of het OM voor. Maar je kunt wel soms iemand een keuze geven en zeggen van, dit zou kunnen of dit. Of vertel me eens iets over jouw leven, zodat we samen kunnen kijken welke maatregelen daar goed bij passen. In plaats van een standaard pakket te geven. Dat is waar mensen heel erg veel behoefte aan hebben. Ja, dus en jij zegt ook iets melden als er geen nieuws is, mensen ja. Die in beveiliging zitten. Dus die volgens mij schrijf je ook van, heb gewoon iedere week met een vast contactpersoon of eens in de maand contact, die ook als er niks is, gewoon even met ze belt. Ben je mensen toch weer een beetje regie geven. Iets anders, Peter, kan me voorstellen bij als journalisten die ermee te maken hebben gehad, om die toch maar even als voorbeeld weer te noemen. Van wat er kan gebeuren, die iets traumatisch hebben meegemaakt. Wellicht even een tijdje thuis zitten om dat te verwerken. Daar heeft iedereen begrip voor. Dan op een gegeven moment komt iemand weer terug op kantoor en zegt van nou, het gaat weer. Dan wil het ook nog wel eens vergeten worden. Nou, dat iedereen denkt van nou, Piet is er weer en voelt zich weer goed en we gaan weer door. Ja, dat is een instinker, zeg maar. Want dan denk je inderdaad, hè, die Piet of die Henk, hè, die ja. In het ziekenhuis lag met die steen tegen zijn hoofd, die komt weer terug op het werk. Iedereen blij, Henk blij dat hij weer aan het werk is en topjongen. En het leven is doorgegaan, dus de rest vergeet, bijna alweer, wat er met Henk is gebeurd. Dus, de herstelfase is een, want eigenlijk zit Henk nog in een herstelfase. Hier kan Ine veel beter over vertellen dan ik overigens. Maar, dus je moet Henk wel in de gaten houden. En dat moet je ook inrichten als werkgever of als opdrachtgever of freelancer. Je moet Henk wel in de gaten houden een hele periode. Om te zien of het echt wel goed gaat met Henk. Ja. Want Henk kan wel weer gemotiveerd zijn om te gaan werken. En Henk probeert te vergeten dat hij een traumatische ervaring heeft gehad. Maar het is wel heel goed om ook daar aan te denken. Dus de preventiekant, de reactiekant op het moment dat er iets fout gaat, maar ook de herstelkant. En dat is een fase die misschien nog wel langer kan duren dan de hele crisis zelf. Die is buitengewoon belangrijk. En daar moet je wel wat op inrichten. En misschien gaat het met Henk goed, maar heeft hij thuis een hele angstige vrouw. Ja. Die iedere keer als hij naar een afspraak gaat bang is, wat hem weer belast. Ja. Ja. Ja, dus dat is een hele belangrijke. En hoe je dat inricht, hoe je dat inricht, ik vind het leger altijd een prachtig voorbeeld. Die hebben een buddy systeem. Dus het zijn gewoon twee jongens of meiden, het zijn gewoon buddies van elkaar. En die houden elkaar in de gaten. Ik heb het vroeger met mijn cameraman gedaan. Ik heb 20 jaar oorlogscrisisgebieden gezeten als journalist. En mijn cameraman en ik, wij waren elkaars buddy. En we hebben ook altijd tegen elkaar gezegd, we houden elkaar ook in de gaten. We zagen elkaar ook buiten alle reizen om en zo. Maar eventjes kijken, gaat het wel goed met je? En dat is een heel fijn systeem. En op verschillende redacties zijn ze daar een beetje mee aan het experimenteren. Dus Henk komt terug. Redacteur Lena die houdt Henk een beetje in de gaten. Henk weet dat ook. Lena is geen geheim agent of zo. Die elke ochtend eventjes ruikt of hij een alcohol ruikt of zo. Maar echt iemand die, ze weten het van elkaar. En Lena bevraagt hem, houdt hem in de gaten, checkt hem. Thuis situatie enzovoort. Zoiets is denkbaar. Ja, wat in de tijd moest ik aan denken, een advocaat die mij als voorbeeld gaf toen we het hierover hadden, die zei ja, omwille van mijn veiligheid heb ik bedacht, ik fiets elke dag een andere route naar kantoor. Mm-hmm. En toen zei hij later, ja, en ik zei dat tegen mijn partner, en die werd daar heel bang voor. Die zei, ja. Is het dan nodig dat je elke dag een andere route fietst? Nou ja, nee, het is niet nodig. Ja, maar waarom doe je het dan? Iedereen kan zich dat gesprek voorstellen. Daar waar het de advocaat veiligheid geeft, of het afschijnveiligheid is, werkelijke veiligheid, geeft een goed gevoel, geeft dat het thuisfront
onveiligheid. Ja, en het kan ook zo zijn dat juist heel veel veiligheidsmaatregelen maken dat iemand denkt, oh, maar dan is het wel heel erg. Ja. Ja, dus dan geeft dat niet een extra gevoel van veiligheid, maar meer het besef dat je heel onveilig bent. Geeft dat niet eigenlijk ook jouw voorbeeld een beetje aan dat onze norm gewoon stilletjes aan verschoven is? Dat je het kennelijk als advocaat voor jezelf al normaal bent gaan vinden, dat je voor de zekerheid toch maar iedere dag een andere route naar kantoor fietst. Dat dat eigenlijk een hele gekke gedachte is. En dat de gedachte van die partner, dat dat een hele normale gedachte is. Dus zouden we niet veel meer binnen die beroepsgroepen, en dat geldt hetzelfde bij de andere beroepsgroepen die kijken, en wat aansluit bij wat je eerder zei, dat bespreekbaar maken, eigenlijk weer eens met elkaar moeten resetten. Voor alle dingen die we nu al doen, die moeten we eigenlijk niet normaal vinden. Je hebt het heel erg gelijk. Het doet me denken aan het verhaal van Roald Dahl, waar een echtpaar elkaar het leven zuur maakt. En die man die plakt elke dag, ik geloof onder de stoel van zijn vrouw, een extra stukje poot van een millimeter. En dat heeft ze niet door, maar op een gegeven moment kan ze met haar voeten niet meer bij de grond. En dan denkt ze zelf dat ze aan het krimpen is. En dan draait ze helemaal door. Dat is eigenlijk een beetje wat hier aan de hand is. Dat is wel een gruwelijk beeld. Ja, maar als je elke dag een millimetertje opschrijft, dan heb je het niet zo door. Maar als je bijvoorbeeld zo aan tafel zit en bedenkt, ja, maar het is toch helemaal niet normaal dat je gewoon naar je werk gaat en elke dag een andere route fietst. Moeten we daar niet eens naar gaan kijken? Moeten we dat niet eens gaan herijken in plaats van te bedenken dat dat een goed idee is? En datzelfde geldt natuurlijk met aanval op social media, waar natuurlijk de meest vreselijke dingen over je heen kunnen komen. Ja, als je een beetje daar actief bent op die social media, ga je dat op een gegeven moment ook normaal vinden. Dan denken we, nou ja, dat lees ik maar even niet meer en we gaan weer door met de rest. Terwijl misschien als je hier met beroepsgroep mee aan de slag gaat of binnen je kantoor mee aan de slag gaat, zou je wellicht eens kunnen beginnen met eens een lijstje te maken. Joh, wat voor dingen doen we nu eigenlijk al? Die eigenlijk gewoon niet normaal zijn, waar we het dus met elkaar over zouden moeten hebben. Nou, het is over, hè, om maar eens een paar dingen te combineren die ik vandaag al heb gezegd, is ook wel een spiegel voor mij. Vandaag stond er een artikel in de Telegraaf waarin op mij gericht persoonlijk kritiek wordt geuit door een journalist over deze hele problematiek, dat wij als Vereniging van Strafrecht Advocaten en ik in het bijzonder onze ogen daarvoor sluiten en niet bijdraaien, meewerken aan een oplossing of niet meedenken. Ik kreeg dat van best veel mensen door in mijn omgeving, privé en zakelijk. En ik schreef letterlijk aan iedereen, I don't care. Ja. En dat is eigenlijk voor mijn gevolg zo. Het maakt mij niet uit wat een journalist schrijft. Maar dat is de ene kant van het verhaal. Maar ik merk wel dat mijn cirkel zich zorgen maakt. Ja. Of daar geïrriteerd om is. Of daar bezorgd om is. En dat is eigenlijk, daar komt heel veel in samen van wat ik vandaag zeg. Maar ook mijn eigen respons. Ja, maar jongens, dat kan ik wel hebben. Dat hoort bij mijn functie. Ja. Maar hoort dat er wel bij? En is het wel normaal? Dat zijn ook hele belangrijke vragen geworden. Gaat dat in de journalistiek, zijn die aan het schuiven? Of wordt daar wel die principiële discussie nog gevoerd? Het meest wat mij naar binnen springt is natuurlijk de NOS die gewoon het logo van de busjes afhaalt, omdat ze anders niet meer bepaalde buurten in durven te rijden. Daarvan zou je kunnen denken dat de NOS inmiddels denkt, nou ja, dat doen we nu. En Omroep Brabant vorige week, twee weken geleden, dezelfde maatregel. Een heleboel omroepen gaan over, zeker regionale omroepen, die altijd zichtbaar wilden zijn in de regio. Dus die reden alleen maar op met logo's, ook de verslaggevers, zo zichtbaar mogelijk zijn. En dat was 10 jaar geleden op social media ook. Hè. Wees zichtbaar, laat jezelf zien, de mens achter de journalist, verbinden met je achterban, met je regio enzovoort. Ja, en daar zijn we natuurlijk aan alle kanten op aan terugkomen. Ja. Dus heel veel regionale omroepen bijvoorbeeld hebben auto's met logo's, maar daarnaast ook een aantal auto's zonder logo's. Want als we naar een risico, naar een demonstratie gaan of naar een lastige wijk gaan, dan zonder de risico-auto en dus zonder logo's. Dus er wordt heel veel over gediscussieerd, er wordt heel veel over nagedacht en het is helaas nodig. Kijk, ik zal één voorbeeld geven, want ik vond het mooi ook wat je zei net, Ine, over dat je neemt veiligheidsmaatregelen, maar dat kan ook het gevoel van veiligheid juist verkleinen. Er is een grote discussie gaande over steekwerende vesten. Bij de avondklokrellen in Eindhoven liepen mensen ook rond met messen, hebben messen gegooid, er bloedendoders werden gebruikt enzovoort. Veel vuurwerk wordt ingezet. Steekwerende vesten is iets wat verschillende redacties inmiddels hebben gekocht. Heel dun, je ziet het niet als je het onder je kleding aan hebt, maar het heeft een paar gelpads die je vitale organen beschermen. Ik las vorige week in het Parool een artikel met een ambulancebroeder. Die vertelde over steekwerende vesten die ze ook in de ambulances nu hebben liggen. Maar hij zegt, op de dag dat ik die moet aantrekken, dan stop ik met mijn vak. En er zijn ook heel veel journalisten die zeggen van, weet je, als we zoiets moeten gaan gebruiken om in
Arnhem een verhaal te maken, ja, dan ga ik echt stoppen met mijn vak. En dit weiger ik gewoon om te gaan doen. Ja. Dus ja, er is een soort awareness, we moeten stappen zetten. Er is ook nog wel een soort van, ja, maar moet het allemaal wel? Moeten we dit wel doen? Dus er is heel veel discussie over. Ja. En daar zijn we nog lang niet over uit. En die gedachte ook, en ik vind het een interessante, over ja, je kunt het wel allemaal optuigen, maar misschien ga je je daardoor alleen maar weer onveiliger voelen. Dat kan. Andere journalisten zeggen, ja, maar als ik dat allemaal moet aantrekken van jou, steek weer een vest en een helm op enzovoort, dan ga ik misschien wel weer grotere risico's nemen. Omdat ik denk, ja, ik ben toch beschermd. Dus er wordt heel veel over gediscussieerd. Ja. We zijn er nog lang niet over uit. Ja, want de basisrol zou eigenlijk zijn, we hebben het nu over beroepsgroepen die eigenlijk dienaren zijn van die rechtsstaat, die een cruciale rol vervullen binnen de rechtsstaat. Zeker. Wat jij aangeeft, Peter, als deze discussie gevoerd gaat worden, dat alleen al zou ervoor kunnen zorgen dat mensen zeggen, nou, dan kies ik maar een ander vak. Ja, dan verliezen we met z'n allen natuurlijk, want we hebben die mensen wel nodig. Wat wellicht een extra reden is om het probleem nu heel serieus te nemen, iedere beroepsgroep die ernaar kijkt. Omdat het nog niet overal zo zal escaleren als wellicht binnen de journalistiek op sommige plekken. Maar nog langer wachten, dan ben je misschien te laat. Zeker. En dat is dus ook waarom ik echt een appel doe op die samenwerking en het vinden van elkaar. Om een heel concreet voorbeeld te geven. Ik ben al bij een aantal redacties langs geweest om daar gewoon over de veiligheid te praten. Ik spreek regelmatig met personen die in de bewaking en beveiliging zitten. En ik merk in al die gesprekken dat een stuk voorlichting en een stuk spreken over veiligheid ontzettend belangrijk is. Want heel veel dreigingen zijn ook voorstelbaar. En als je echt op basis van veiligheidsgevoelens en voorstelbaarheid van dreigingen gaat acteren, dan laat je dus ook de dreiging je handelen bepalen. Nou, en wat is nog reëel? En wat kan je doen in termen van draaiboeken, in termen van rollen van de overheid en van werkgevers en beroepsgroepen? Het gesprek met elkaar daarover voeren is essentieel. Ja. En ik zie dus ook dat in die gesprekken en dan ook in de interactie met de zaal, ja, echt wel heel vaak een stuk bewustwording is. En ja, het kan zo zijn dat een aantal mensen bewust zegt, oké, als dit het is, dan wil ik het niet meer. Nou, wellicht moeten we in zekere zin, in een kleine mate, dat ook accepteren. Dat is een keuze, dat is een individuele keuze. Maar natuurlijk moeten alle inspanningen erop gericht zijn om die weerbaarheid van beroepsgroepen zo groot te maken. En tegelijkertijd dat onderdeel van een integrale aanpak te laten zijn van ondermijning. En een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, om die weerbaarheid wel te vergroten. Ja. En dat gesprek is essentieel. Want twee beroepen die wel meekijken, maar nog niet benoemd zijn, dat zijn de rechters en de officieren van justitie. Die zien wij ook veel, natuurlijk, om te beginnen in de rechtszaal. En dat lijkt me ook wel lastig. Kijk, wij hebben onze cliënt, ik kan op enig moment wel inschatten, denk ik, als het om een cliënt gaat, en er zijn ook andere dreigingen, daar hebben we het ook over gehad, maar wel een beetje inschatten, ja, is dit reëel, of is dit gewoon iemand met psychische problemen, en gaat dit niet over mij, en hoef ik me ook geen zorgen te maken. Maar er zijn ook verdachten die in een rechtszaal komen. Hè? En die rechter en die officier van justitie, die zien die verdachte misschien juist op zo'n moment dat hij heel dreigend overkomt of heel boos overkomt. En die gaan dan weer naar huis. En die gaan misschien denken, ja, maar wat betekent dit nu? Ja. En het is lastig voor hen om de advocaat op te bellen van, hey, die cliënt van jou, moet ik me daar zorgen om maken? Want stel dat het antwoord van mij zou zijn, ja, dat kan ik niet zeggen. Nee. En dan kan ik wel zeggen, nou, nee, bij deze niet. Maar dan bellen ze nog een keer en zeg ik, ja, nu kan ik het niet zeggen. Dus dat is ook heel lastig. Ja. En want die hebben niet die cliëntrelatie, die hebben een korte indruk op het moment dat het voor die verdachte het allerbelangrijkste en heftigste moment is in de rechtszaal. Dat gaat om hun leven, maar daarmee om de vraag, gaan ze terug naar hun vrouw? Houden ze een huurhuis? Komt er nog een gezin? Komt allemaal samen in rechtszaken en bij cliënten. En dat is ook een hele zware last geworden voor de mensen die achter de tafel zitten, de rechters. En ook de mensen, de officier, die eigenlijk zegt, meestal, jij bent schuldig en jij moet de gevangenis in. Het is nooit met jij, het is altijd met u. Maar dat wordt wel zo ervaren. Ja. En dat is ook een probleem waar we ook heel goed met elkaar over moeten spreken. Ik denk ook vanuit de advocatuur. Want de NCTV, het is heel goed dat er meer geld is en dat er meer aandacht voor gaat. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de kleine voorbeelden die wij allemaal kunnen geven, eraan kunnen bijdragen om te kijken, oké, maar waar moeten we ons nu op gaan richten? Ja. Ja, want ja, eigenlijk dat is wel goed dat je dat nog even benadrukt. We hebben inderdaad de officieren en de rechters wel eerder genoemd, maar wat minder vaak. Die maken het natuurlijk op een andere manier mee. Zo zie je maar dat al die beroepsgroepen op hun eigen manier tegen dit vraagstuk aanlopen. Dus ook waarschijnlijk hun eigen type oplossingen moeten zien te bedenken, terwijl je wel contact met elkaar moet houden. Ja, het lastige is dat het strafrecht is een conflictmodel. En daarmee bedoel ik, het is overheid versus burger vaak. Ja. En dan is er een geschillenbeslechter, de rechter. Maar omdat dat al een conflictmodus is, is er een risico dat het ook een conflict wordt. Want het is alleen maar een conflict als in, wij vinden dat je schuldig bent en jij vindt van niet. Maar dan kan het ook persoonlijker worden.
van beide zijden. Dat gaat ook wel eens mis. En dan is het heel lastig om daarin de distantie te houden en daarna weer het contact te zoeken als het eigenlijk net te ver is gegaan. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk, dat we dat allemaal blijven doen. Na de moord op Dirk Wiersum hebben we overal in het land meegemaakt dat officieren, rechters, advocaten bij elkaar kwamen en dachten we moeten er voor elkaar zijn. Nou, dat is helaas niet zo doorgegaan als we hadden gehoopt, maar dat lijkt ons een hele noodzakelijke stap. Ja, die wantrouwen in het systeem met eindeloze wrakingen van rechtbanken werkt er natuurlijk ook een beetje aan mee. Waar er ook gevoed wordt van het is een, nou ja, het zijn ja, daar wil ik niet... het toch ook wel voor de advocatuur opnemen. Een wraking komt over het algemeen niet nergens vandaan. Nee, okay, ja. En het zijn juist volgens mij de onderlinge manier waarop iedereen met elkaar omgaat, waardoor er dan wat misgaat. Ja. Helder. Volgens mij zijn er heel veel tips al voorbij gekomen. Beginnend met social media gebruik. Hoewel als je daar nu morgen mee gaat beginnen, van ik ga er nog eens grondig naar kijken, kan je natuurlijk je verleden niet meer wissen. Dus dat staat er nu eenmaal. Ja hoor, je kan heel goed wissen. Ja? Ja hoor. En hoe doe je dat? Nee, maar je kunt wat je nu allemaal openbaar staan, dus degene die nu thuis op zijn mobieltje zit te kijken, van shit, ik heb alles openbaar staan. Je kunt met één klik bij Facebook kun je alles op privé zetten. Dus dat betekent dat alleen jij ook het verleden en jou, ook je verleden. Nou, sportapps. En dan, maar dan kun je zien waar iemand is. Er heeft een tijd geleden een student allemaal geheime Amerikaanse basis ontdekt, omdat die gewoon op Strava is gaan kijken. Ja. Maar als je dat openbaar zet, dan kan iedereen zien waar je begint met sport en waar je eindigt. En je kan het uitzetten, je kan zeggen de eerste 300 meter niet. Maar ja, kijk even naar 5 kilometer keer. Kan ook. Of, maar je kan, en je bent er wel ongeveer. Ja. Of je bent in ieder geval op 3 straten waar iemand zit. Dat zijn kleine dingen. Dus dat is met één druk op de knop, kan je in ieder geval vanaf dit moment ook je verleden kun je weghalen. En ook inderdaad, op sportapps kun je je hele verleden wissen. Ja, Instagram voor de grote buitenwereld, niet voor jezelf. Dus niet voor jezelf. Nee, want je sportprestatie moet altijd blijven staan. Nee, dat schijnt iedereen heel belangrijk. Ik wou net zeggen, vinden. Dat is voor dus, mij, zou dat... Tel mij wat. Ik raak even dus, Instagram kun je op privé zetten, dan kunnen alleen degenen die jou volgen daar kunnen het in ieder geval zien. Over gehad, social media check... beroepsopleidingen, belangrijk om er daar direct mee te beginnen. Het bespreekbaar maken met elkaar. Dit is een kwetsbaar onderwerp wat lang misschien een beetje onder de tafel is geschoven. Maar ga dat gesprek aan. Ook contact met de overheid belangrijk. Zorg beroepsgroepen onderling met elkaar contact, maar ook richting de overheid. Ook kritische noten blijven kraken, dat kwam even voorbij. Hebben jullie nog een laatste tip? Nog iets? Ine. Eén contactpersoon, die wil ik nog aan je lijstje toevoegen. En kijk hoe je een bedreigd iemand iets van regie kunt geven. Ja, dus je bedoelt met die één contactpersoon, als je dan eenmaal in dat beveiligingsregime valt... Als je eenmaal in dat proces zit, dan één contactpersoon, regelmatig contact. En zorg dat mensen toch iets van vrijheid nog blijven ervaren. En soms helpt het mensen ook om een soort van lotgenotencontact te hebben. Ja. Om ze met iemand te kunnen praten over hoe deed jij dat eigenlijk? En hoe ging dat met jouw gezin? En hoe heb je het eigenlijk met je kinderen over gehad? Soms weet de bedreigde persoon alleen zelf dat hij bedreigd wordt en deelt hij het ook niet. Ja. Dat kunnen keuzes zijn. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat zijn je afwegingen daarin? Het is wel eenzaam om dat allemaal alleen te moeten doen. Dus je zou mensen iemand gunnen om eens mee te sparren. Nou, ik kan me ook voorstellen dat het al helpt als je bijvoorbeeld officier bent. Dat je dat niet binnen jouw eigen parket met iemand wil bespreken. Maar dat je dat met iemand doet waar je niet dagelijks mee samenwerkt. Ja. Maar juist die wel een peer is, maar dan van een ander van een andere en regio. En die dezelfde ervaring heeft opgedaan. Ja, hetzelfde heeft meegemaakt, dat zou ik. Ik heb nog wel één iets wat ik heel belangrijk vind. En dat is, ga ervan uit dat als iemand iets zegt, dat het voor hem of haar bedreigend is. Het gaat er niet om, wat heel veel ziet, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel... zou je moeten beschrijven wat de situatie is... en dan gaan zij oordelen of het bedreigend is. Eigenlijk, op het moment dat je het formulier invult... is het voor mij dus bedreigend en beïnvloedt het mijn leven. Ja. Hetzelfde wat vandaag gezegd werd als iemand komt... joh, ik had net een rot gesprek met een cliënt... en ik heb het idee dat hij me iets probeert te doen. Of een ander, dat doet hij altijd, maar die doet nooit wat. Ja. Ja, dan zal de mensen de volgende keer niet meer komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar ook naar de overheid toe. Als een burger komt echt, ik voel me bedreigd... om er eigenlijk vanuit te gaan, dat is dus zo... tenzij er misschien hele bijzondere omstandigheden zijn, want hij voelt zich bedreigd. Je kan niet zeggen, jij voelt je niet bedreigd. En om dat als startpunt te nemen voor de beveiliging. Helder. Andere laatste tips nog? Of hebben we alles nu voorbij laten? Ik meld nog even dat ik zelf nog bij jullie bij NCTV een document vond waar ook tips in staan. Voor mensen volgens mij is dat bij NCTV iets met eigen veiligheid staat in ieder geval. Als je daarop gaat zoeken op jullie website, dan vind je het echt een heel document met allemaal hele praktische tips. Gewoon als checktips die je langs kan lopen. Dus dat meld ik nog aan iedereen.
Dank voor jullie aanwezigheid. Dank allemaal voor het kijken. Ik hoop dat u aan het eind van dit uur, in ieder geval, ja, u keek niet voor niks. Als het nog meer realiseert dat dit een vraagstuk is wat niet iets kleins is, maar waar we met z'n allen iets mee moeten doen. Om de rechtsstaat nog fierder dan dat hij nu toch uiteindelijk nog staat overeind te houden. En tegelijkertijd dat u wat tips heeft gekregen om daar binnen de beroepsgroep, binnen uw eigen kantoor, met andere beroepsgroepen contact over kunt houden. Heel veel dank voor het kijken en ik wens u nog een prettige middag.